Ik heb boodschappen gedaan voor 1 week. Ik ga dat allemaal opkoken en niks weggooien. Watch and see me go. Vandaag ga ik wraps maken. Wraps die maak ik met een deel van de ingrediënten die gisteren niet zijn opgebruikt. Dus eigenlijk al een soort van restverwerking. En met een paar nieuwe ingrediënten. Maar dus de bloemkool gaat mee in de wrap samen met deze vrienden. Zoete aardappel. En dan werk ik af met nog een stukje prei dat ik nog had. Heel fijn gesneden en dan lijkt dat een beetje op ajuin, frisse toets. Ik heb verse vergeetworstels van de vestoog. En de dressing. Ik heb hier mijn tupperware met massa's dressing. Ik begin met de zoete aardappel. In principe hoef je die niet te schillen. Je kunt, als je die goed wast, kun je de zoete aardappel gewoon zo in zijn geheel ook in de oven leggen. Wraps zijn geniale vrienden om in huis te hebben. Je kunt daar zoveel mee doen. Je kunt daar chips van maken, je kunt daar crackers van maken. Je kunt dat superhandig meegeven met de kinderen. In plaats van een boterham, een wrap. Dat zijn de coolste van de klas, gegarandeerd. Je kunt ze zoet eten, je kunt ze zout eten, je kunt ze grillen, je kunt ze roosteren, je kunt er zoveel mee doen. En vooral, het is een ideaal restwegwerk receptje. Ik heb voor in de wraps heb ik ook meer guestworstjes voorzien. Die zijn eigenlijk een beetje onderschat. Je kunt er van alles mee doen. Je kunt die ook in de maaltijdsoep draaien. Je kunt ze bij je stoom doen. Je kunt ze in een wrap doen, zoals dat wij vandaag gaan doen. Heel veel mee mogelijk. Top tip daarvoor, opbakken. Dus van het moment dat je ze openmaakt en gaat bakken, bak ze ineens allemaal op en hou de rest bij. Of als je de vervaldatum erbij hebt, bak ze op de vervaldatum af, zodat ze zeker niet slecht worden. En dan zijn ze nog 3 dagen goed of zo in de frigo. Dus mooi meegenomen.